Het grootste gevaar dat een kok bedreigt is diefstal. Diefstal van zijn kookideeën. Ik zal een voorbeeld geven. Een jaar of wat geleden heb ik een recept bedacht met curry in de tomatensoep. Curry in de tomatensoep. Die curry tomatensoep, dat was een enorm succes. Nog nooit in de geschiedenis van de kookkunst was een kok op het idee gekomen om curry in de tomatensoep te doen. Gelukkig was ik zo verstandig om mijn idee te beschermen. Kijk. Hier zit mijn recept in. Veilig opgeborgen. Dit sleuteltje, dat heb ik altijd bij me, zodat niemand mijn recept kan stelen. Hier heb ik het. Trek van een runderschenkel bouillon. Voeg daaraan toe de pulp van 20 tomaten. Hierbij een in kleine stukjes gesneden prei. En tenslotte, let op, 2 eetlepels curry. 2 eetlepels curry. Dat is het geheim. Recept zit hier veilig opgeborgen. Zodat er niemand in heel Nederland is die mijn geheime tomaten currysoep na kan maken. Volgende week het recept voor mijn geheime ertessoep met morgendauwhoning. See you.